mogen er 16 woningen gebouwd worden in het Annapark. De gemeente kan het bos ernaast kopen, toegankelijk maken en het Annapark verbeteren. De raad beslist over dit plan. We willen een groter en een sterker Annapark. En dat kunnen we doen door het hek rondom het Annabos weg te halen en de locatie van de voormalige basisschool De Vlieger te betrekken bij het Annapark. Daarvoor hebben we woningbouw nodig in het park, ook voor de sociale kwaliteit van het park. En dat willen we graag samen met de bewoners doen, zodat we het beste resultaat behalen. Al jarenlang bouwt de gemeente open plekken in de stad vol. Het gaat ten koste van de leefbaarheid van een stad. Ik heb mijn comment op Twitter gegeven omdat ik me al langere tijd erger aan het feit dat er steeds meer plekken worden volgebouwd. Soms met tijdelijke woningen, soms met kleine woningen. Maar uiteindelijk kost het allemaal kleine stukjes vrijheid. Zowel wij als de raad worden voor twee keuzes gesteld, twee opties. Ofwel niets doen, ofwel bouwen. Wij denken dat daar veel meer nuanceringen aan toegebracht kunnen worden. En dat er meerdere opties bekeken moeten worden. En wij zien gewoon dat er heel veel vraag is naar appartementen. Mensen die nu in een eengezinshuis wonen, die willen heel graag in diezelfde woonomgeving blijven wonen. Vanwege het feit dat het winkelcentrum bekend is. Nou, daar ligt hun verleden, de kinderen zijn er opgegroeid. Die hebben gewoon een fijne woonomgeving daar. De gemeente geeft aan dat ze stenen willen verruilen voor groen. En hierin gaan ze precies het omgekeerde doen. Het Annapark, daar is een belofte gedaan in 1987 al aan de omwonenden dat er niet gebouwd zou worden in het Annapark. Dan moet de gemeente die afspraak nakomen en geen woningen bouwen in het Annapark. Wij zijn positief over het feit dat we weer huizen gaan bouwen. De vraag naar woning is enorm op dit moment. En dan zeggen wij van laten we kijken waar we huizen kunnen bouwen. Wij vinden dat er best gebouwd kan worden. Maar nogmaals, met zorgvuldigheid en goede inpassing in dit mooie groene gebiedje. Er zou ook op een andere manier nog gekeken kunnen worden naar de woningbouw op de locatie van de voormalige school, van De Vlieger. En nu is het een beetje een alles of niets optie die is neergelegd door het college. En die vinden we echt te beperkt. De raad beslist om het besluit over het Annapark uit te stellen. Ze wil eerst onderzoeken of er nog andere mogelijkheden zijn, zoals bouwen op een andere plek in het park of daarbuiten.